Niels de Stadbader, yes. Twee Mia's, prachtige resultaten. Ja, absoluut. Het is een heel schoon bevestiging van vorig jaar, wat toch een heel zot jaar was, uitzonderlijk jaar was met die vijf Mia's. En vooral voor mij wel extra bijzonder, omdat ik beste Nederlandstalig win. Ik vond het al zot dat je genomineerd was bij Koen en Chris, mijn grote helden. Dat je dat nu wint is ook een beetje raar, vind ik zelf. Want ik ben 30, 36 jaar bezig. Maar anderzijds, ik weet dat ze het mij gunnen en ze hebben al zoveel prijzen gewonnen. Dus het doet vooral heel veel plezier. Waar ga je ze zetten? En wel, ik heb al mijn vorige Mia's heb ik weggegeven. Ik moet ze wel terug hebben. Maar ik geef ze altijd aan mensen die mij heel dierbaar zijn. Die mij graag zien er altijd voor mij zijn om bij hen thuis te zetten. Ik heb er nu twee. Ik moet dus nadenken bij wie ik ze nu ga geven. Maar op het einde van de rit vraag ik die allemaal terug in natuurlijk. Ja. Dus die ga ik ze weggeven. Groot gelijk. Twee extra concerten heb je er net ook aangekondigd. Het is nog 9 maanden voor ons nieuwe sportpaleis. We gingen er 3 doen. Er zijn intussen meer dan 40.000 tickets verkocht. Wat dat echt, als je over nadenkt, is dat waanzin. Dus we hebben besloten om 2 extra shows te doen op 28 en 29 november. Dus we gaan 5 keer het sportpaleis doen. Dat is echt te zot voor worden. Ga je vandaag ook nog vieren? Ik heb morgen vrij vroeg opnames voor The Voice. Maar ja, anderzijds is het maar 1 keer in het jaar de Mia's. Dus ik zal toch wel eerst een paar pinten pakken, denk ik.